De stichting Support Recycling Suriname, SURESUR, heeft gisteren statistieken gepresenteerd aan haar donateurs en sponsoren. Het gaat om de cijfers van de afgelopen jaren met betrekking tot de ophaal van plastic en glas. De cijfers die de stichting heeft gepresenteerd zijn van het jaar 2021. Voorzitter Gren Damjan geeft aan dat de organisatie voornamelijk in 4 districten de meeste inzamelingsbakken heeft, waar de samenleving haar glazen en plastic flessen kan deponeren. Hij ging in op de statistieken die het recyclinggedrag van de samenleving aangeven. Het gaat om de districten Paramaribo, Wanica, Nikeri en Saramaca. Saramaca wordt gesponsord door Staatsolie. Wanica hebben dus een bedrijf, een organisatie van Australië zelf, die dat project gesponsord hebben toen de tijd. En de bedrijven betalen nu voor ophaalkosten en wat OEWN is ook daarbij. Nikeri loopt vanaf 2010 ben ik daar bezig. Het gaat gigantisch goed. We hebben echt gemotiveerde persoon daar, mevrouw Tulsi, ze kon er helaas niet erbij zijn vandaag, maar dat is echt een hele sterke trekker qua milieu betreft. En mevrouw Pol kan dat erkennen volgens mij. En zo iemand zou je eigenlijk over in alle districten moeten hebben bij de commissariaat, want ze is van de commissariaat zelf. En als we zo iemand hadden bij alle commissariaten, dan hadden wij minder hoofdpijn denk ik, en minder werk. En dus, en Paramaribo gaat heel goed, we zien ook de stijging qua bewustzijn. Aan de hand van cijfers, maar ook natuurlijk ook de reactie die je krijgt qua Facebook zien we de uitbreiding. En dat maakt ons eigenlijk ook dat we positiever zijn en dat we dus eigenlijk daarmee door kunnen gaan. Stichting SURESUR is gestart als een organisatie die zich voornamelijk inzet voor het promoten van de bewustwording rondom recycling. Het is de eerste keer dat SURESUR donateurs middels een certificaat heeft bedankt. Volgens voorzitter Ramjan kon de organisatie het behaalde resultaat niet bereiken zonder hulp van de donateurs. De organisatie kon daardoor de grote inzamelingsbakken zetten op schoolterreinen en strategische plekken. In 2015, ik ben vanaf 2008 zelf al bezig met milieu Suriname. Met andere organisaties waarbij ik dus ook vaak zag van het gaat nu goed. Project, het geld gaat op en dan stopt het project. En dan richt je eigenlijk meer schade eigenlijk dan dat je eigenlijk iets realiseert. Want als je met het proces bent gestart, bijvoorbeeld inzamelen bij de scholen, dat we dus deden toen de tijd met netzakken, en na 2 jaar dat je ermee stopt, net op het moment dat mensen eigenlijk gewend raken dus eigenlijk om je flessen naar de school te brengen, dan veroorzaak je eigenlijk een grotere schade, want mensen zien van, het wordt weer niet serieus aangepakt. Dus vandaar dus dat die inzamelbakken een duurzaam project is. Mensen kunnen blijven gaan, we zijn al 7 jaar ermee bezig en hopelijk nog langer. Maar de afvalfondsverpakkingen eigenlijk zou dit moeten overnemen. In Paramaribo wordt het meest opgehaald, gevolgd door Nikeri, Wanica en dan Saramaca. SURESUR krijgt nu meer aanvragen vanuit bedrijven die de organisatie willen ondersteunen door dezezelfde inzamelingsbakken op hun terreinen te plaatsen voor hun personeel.